hier alvast een sneak preview van de nieuwe planningstool voor DocPlan. Van zodra dat je deze tool hebt en rechten daarop hebt, dan heb je hier een extra menutje in de bestaande DocPlan. Kan je naar de planningstool gaan. Krijg je onmiddellijk een overzichtje van de beschikbare planningen. Als je een planning aanduidt, kan je die gaan bewerken. Er is nu nog niks gepland. Of wat je ook kan doen, dat is een nieuwe planning aanmaken. En dat gaan we nu even doen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik ga voor bijvoorbeeld voor 6 december gaan we de planning een naam geven, Sint-Niklaas. Dat is een planning voor bijvoorbeeld de stouwerij. Ik kan een default shift ingeven, het kanaal waar dat op gecommuniceerd kan worden, de verantwoordelijke van de kaai. En je kan ook een opmerking ingeven. Voilà, dan kan je die planning gaan bewaren uiteraard. Dat is een nieuwe planning, uiteraard omdat ik ze net heb aangemaakt. En dan kan je gaan op de planning klikken om de planning te gaan bewerken. Je ziet hier onmiddellijk de beschikbare personen staan. En kan je zeggen, ik ga nu een nieuwe persoon plannen. Op bijvoorbeeld, kan je kiezen uit exploitaties en de boten dat je hebt. Bijvoorbeeld UL Nigeria, de dagshift ploeg 1. En dan kan je de wals gaan selecteren. Je zal zien als de wals gekozen wordt, dat automatisch de lijst van havenarbeiders en personen die beschikbaar zijn zich zal aanpassen. Stel dat ik een sailbaas nodig heb, dus bijvoorbeeld categorie 220, dan zullen de categorieën 220 automatisch bovenaan komen te staan. Kan je die gaan ingeven door ofwel de loonboek in te geven. Voilà, dat heb ik nu gedaan. Ik ga die bewaren. Op deze manier kan ik nog enkele nieuwe personen gaan toekennen. Bijvoorbeeld ik ga eens een 001 gaan toekennen. Wordt automatisch gesorteerd. Ik ga de bovenste nemen. Voilà. Ik bewaar die. En je ziet dat hier onmiddellijk verandert. Je kan ook eenvoudig iemand toevoegen aan de planning door erover te hoeveren en de juiste selectie te maken van exploitatie of schip op deze manier. Op deze manier kan je snel een planning maken. Je kan uiteraard ook een persoon aanduiden om dan nog een opmerking bijvoorbeeld in te geven. Je kan ook de status van de planning veranderen. Momenteel was de status nieuwe planning. Je kan zeggen, oké, we gaan nu naar fase 2. Ik ga nu terug naar het overzicht van mijn planningen en je ziet hier dat de status op fase 2 is. Ik kan die opnieuw openen door nog andere zaken te gaan ingeven, aanpassen en dergelijke. Als ik nu een persoon selecteer, bijvoorbeeld deze persoon, kan ik eigenlijk ook onmiddellijk hierop klikken en kan ik naar de agenda gaan van deze persoon. Ik zie bijvoorbeeld voor zaterdag 6-12 dat die persoon ingepland is op de dagshift. Voor de rest is die nog voor heel de maand beschikbaar. Stel, die persoon belt mij op dat hij de vrijdag 12 december een dagje vakantie heeft, kan ik die op deze manier onbeschikbaar zetten. Of wat ik ook kan doen, als we nu bijvoorbeeld zeggen dat die belt en die belt om te zeggen dat hij een weekje vakantie neemt, kan ik zeggen, ik ga ingeven dat die van bijvoorbeeld zaterdag 20 december tot en met de 27e december vakantie gaat nemen en hij is onbeschikbaar en niet bereikbaar om nog op te bellen. Je kan bewaren en onmiddellijk wordt die periode voor deze persoon geblokkeerd. De planningsmodule bevat nog heel wat andere mooie opties dat je eigenlijk op een zeer eenvoudige manier je planning kan gaan opstellen. En uiteraard kan je daarna, eenmaal de planning volledig is, deze gaan doorsturen naar DocPlan, zodat je daar niet opnieuw al de gegevens van de prestaties moet gaan ingeven.